Waarom denk je dat je genomineerd bent voor Visio in Beeld? Nou, daar heb ik wel even over na moeten denken. Ik was er ook wel heel erg door verrast. Het feit is natuurlijk wel dat ik al ruim 20 jaar in beeld ben, omdat we het vak bekkenfysiotherapie vorm hebben gegeven. De hele opleiding vorm hebben gegeven. Dus dat we daar heel druk mee in de weer zijn geweest om die kar getrokken te krijgen. Daarnaast is het leren van dit vak vraagt wat van de student, maar dus ook van ons. Dat is niet alleen een vak waarbij je leert om de fysieke handelingen te verrichten, maar dat brengt emotioneel heel vaak iets mee met de studenten ook. Daar sta je heel dichtbij, daar mag je heel dichtbij meelopen. En als je emotionele ontladingen met elkaar meemaakt, ontstaat daar ook een soort band. Mm-hmm. Dus met al die bekkenfysiotherapeuten die voor mij een diploma hebben waar mijn naam onder staat, mm-hmm, daar heb ik een soort band mee. Okay. Weet je? En ik denk dat het daardoor een beetje ontstaan is. Ik trek natuurlijk nog steeds heel veel karren, mm-hmm, omdat ik dat leuk vind, maar vooral omdat ik het heel belangrijk vind. Wat denk je dat jouw succesfactor is? Een soort pathologische passie voor het vak. Mm-hmm. En het belang daarvan en het weten wat voor stil leed erover is waar ik echt wat aan wil doen. Mensen, mm-hmm, uit de tent te lokken om hulp te gaan zoeken. Omdat er zoveel hulp is. Dat niet alleen met operaties, maar als wij met elkaar de mensen kunnen signaleren die heel stilzwijgend met deze problemen rondlopen, dan ben ik al helemaal gelukkig. En waar ben je zelf nou het meest trots op als je de afgelopen jaren bekijkt? Waar zeg je nou van, nou, dat heb ik gedaan? Ik denk dat het allerbelangrijkste is, dat gaat al een tijd terug, een jaren terug, dat we begonnen om dit vak vorm te geven. We zijn natuurlijk meegegroeid vanuit zwangerschapsschim en gynaecologie en bekkenbodem tot het vak wat het nu is. Maar er was één heel belangrijk punt wat moest komen en dat was onderwijs op inwendig onderzoek. Mm-hmm. En dat was in mijn tijd toen not done. Dat, mm-hmm, gebeurde niet. Dus we hebben heel veel moeten knokken en moeten praten met vakgroepen seksologie en gynaecologie om ze maar duidelijk te maken dat het niet anders is dan dat we dit vak zo op deze manier moeten leren. Dus het heeft heel veel praten gekost, met heel veel respect naar elkaar, maar wel te zorgen dat er goed onderwijs kwam. Dat je het niet zomaar moet doen, dat er verantwoord goed onderwijs moet zijn. En ik denk dat dat de basis is waarom bekkenfysiotherapie in Nederland zo'n ongelooflijk sterke positie heeft gekregen. Ik heb vorig jaar een boek geschreven en dat heet ook Verborgen Vrouwenleed. En dat is echt in basic taal geschreven, in praattaal geschreven. Omdat we ook wel weer uit onderzoek weten dat de informatiefolders die er zijn, die zijn niet goed genoeg. Mm-hmm. Daar bereiken we de patiënten niet mee. En dus met het boek wel? En met het boek wel. Het boek is echt praattaal. We hebben dat mensen laten checken voordat we het echt gingen, dat ik het echt ging uitschrijven. Van welke taal pakt jou het meeste? Mm-hmm. En dat was dus echt dit, gewoon praattaal. Okay. En dat is daar staat eigenlijk het hele verhaal in van A tot Z. Dankjewel. Graag gedaan.